Hallo, ik ben Dirk Schoofs. Ik ga jullie tonen hoe je netwerk maakt tussen een Windows-computer en een Mac-computer. De Mac-computer is geconfigureerd met Snow Leopard, het laatste besturingssysteem, het laatste Mac OS. De Windows-computer, daar draait System 7 op, System 7. En we beginnen langs de kant van de Windows-machine. Daarom zullen we eerst via de startknop het venster computer tevoorschijn halen. En hier zie je de nieuwe functie van Windows 7, namelijk de functie om thuisgroepen te maken. Klik daarop en dan zal de knop verschijnen een thuisgroep maken. Als die knop daar niet op te zien is, maar als daar drie opties te zien zijn, dan betekent dat dat er al een thuisgroep gemaakt is. Dus in het volgende venster kan ik aanvinken wat ik precies wil delen, welke bibliotheken ik wil delen, afbeeldingen, muziek, video, printers, en ik wil ook mijn documenten delen. Ik ga door. Ondertussen krijg ik een wachtwoord van Windows. Dat wachtwoord gaat Windows zelf genereren. Ik zou dat wachtwoord straks graag nog veranderen, maar nu ga ik het wachtwoord gewoon eventjes kopiëren en plakken in een teksteditor. Zo, dan raak ik dat alvast niet kwijt. Voltooien. Mijn thuisgroep is op dit moment aangemaakt. Dat kopiëren en plakken van een wachtwoord is eigenlijk voor het geval van je weet maar nooit. Maar toch ga ik dat wachtwoord veranderen in iets wat ik makkelijker onthoud. Dat is niet via deze knop, maar via de instellingen voor thuisgroep weergeven. Zo. En hier kan ik de opdracht wachtwoord wijzigen kiezen. Inderdaad. En ik ga hier gewoon een ander wachtwoord ingeven. Voilà. Kijk eens aan, ook dit wachtwoord wordt erkend en de thuisgroep is aangemaakt. Nog steeds zie ik dat alles wordt gedeeld zoals ik daarnet heb aangegeven. Ik ga terug. Ik ga nog even mijn netwerkcentrum controleren. Via het startknopje ga ik naar het configuratiescherm. Hier in het midden staat het netwerkcentrum. En ik heb de geavanceerde instellingen voor delen wijzigen nodig. Netwerkdetectie moet ingeschakeld zijn. Ook bestands- en printerdeling moet ingeschakeld zijn. Ook deze optie delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven. Dat moet actief zijn. Maar hier wil ik iets veranderen. Met wachtwoord beveiligd delen, dat ga ik uitschakelen. Wijzigingen opslaan. En dan kan dit venster voor mijn thuisnetwerk gesloten worden. Vervolgens open ik de Windows Verkenner. Zo. In de mapbibliotheken zie ik afbeeldingen, documenten, muziek en video's. Maar als ik die openknip, dan zal daar altijd standaard de map openbare of publieke afbeeldingen, openbare documenten, openbare muziek en openbare video staan. Die openbare mappen die worden automatisch gedeeld. Maar wil ik bijvoorbeeld de map documenten, die niet automatisch wordt gedeeld, ook nog delen, dan klik ik daarop met de rechtermuisknop. Ik kies voor de opdracht delen met. Ik kan delen met de hele thuisgroep. In dit geval ga ik het delen met specifieke personen, namelijk gast. Dus ik heb hier het woord gast ingetypt. En dan kan ik die toevoegen. Ik heb dat al gedaan. En je ziet dat ik die gast ook gaat toelaten om te
te lezen en te schrijven. Delen. Ziezo. We hebben nog 3 gegevens nodig van de Windows-machine voor we overstappen naar het Mac-systeem. We hebben de naam van de gebruiker nodig, we hebben de naam van de computer nodig en de naam van de werkgroep. De naam van de gebruiker, dat is het eenvoudigste. We klikken op de startknop en die naam verschijnt rechtsboven. Kijk uit dat je je niet vergist in hoofdletter en de kleine letters. De naam van de computer vind je door op het woord computer hier op de knop computer te klikken met de rechtermuisknop en dan vraag je uit het contextueel menu de eigenschappen op. Hier lezen we de computernaam, PC, koppelteken, Win7, alles in hoofdletters geschreven. De werkgroep is workgroup, dat is de standaard werkgroepnaam voor Windows. Ook alles in hoofdletters geschreven. Langs de kant van de Macintosh moet ik ook nog enkele instellingen bekijken. Daarvoor ga ik eerst naar de systeemvoorkeuren. Zo, ik zet de bestanddeling aan. Je moet zeker nakijken of de bestandsdeling en de printerdeling aanstaat. Via het vak gedeelde mappen kan ik map toevoegen. Bijvoorbeeld hier de map India. Daarvoor moest ik op het plusteken klikken. Wil ik een map verwijderen, ga ik ze selecteren en dan het minteken gebruiken. En voor iedere map kan ik de gebruikers aanduiden die toegang moeten krijgen tot de map. Hier achteraan regel ik de gebruikersinstellingen. Mogen ze lezen en schrijven, mogen ze alleen lezen of mogen ze alleen schrijven. En dan gaat het om een aflevermap. Heel belangrijk zijn de opties, omdat Macs die delen elkaars bestanden over het netwerk via AFP. Windows en Macs gebruiken het Samba-protocol als ze bestanden met elkaar cross-platform uitwisselen. Dus in dit geval ga ik zowel AFP als Samba activeren. Verder is er nog 1 instelling en die staat in het regelpaneel netwerk. Zo. Hier selecteer ik de manier hoe de computers met elkaar verbonden zijn via een draadloos netwerk. Via de knop geavanceerd en de knop Wins moet ik nagaan of de werkgroep inderdaad dezelfde naam heeft als die van de Windows machine. En Windows kiest normaal voor de naam workgroup, op zijn Engels geschreven, in kapitalen. Doe dat ook, dat geeft het minste problemen. Ziezo. Dat is allemaal klaar. Tijd om de verbinding te maken. Ik ga naar ga verbind met server. Hier geef ik het serveradres in van de Windows machine. Dat begint met Samba of SMB. SMB is de naam van het Samba protocol, //// Dirk, dat is de naam van de user. Dan volgt een apenstaartje. De naam van de Windows machine. Ziezo. Dat moet het zijn. Om niet iedere keer die naam in te geven, klik ik nu op het plusteken, dan wordt die bewaard bij mijn favoriete servers. Ik klik op verbind. Dan kan ik de naam gebruiken van geregistreerd gebruiker en diens wachtwoord. Of ik kan het gastaccount gebruiken dat ik er straks heb ingesteld. Ik klik op verbind. Ziezo, hier is de Windows computer in de groep gedeeld naast een Mac-machine die hier ook nog in huis staat. Als ik de Windows-machine selecteer, dan kan ik daar de users zien waartoe ik toegang heb. De gedeelde bestanden. En als ik hier bijvoorbeeld een video open, dan kunnen wij die video afspelen vanaf de Windows-machine. Hij staat dus niet op de Mac.
Dat gaat behoorlijk vooruit, al verloopt de verbinding via een draadloos netwerk. Veel plezier met je eigen netwerk.